ga je ook nog even laten zien hoe je een kaart kunt maken met deze plaatjes. Ik heb al het een en ander voorbereid, zodat hij even wat sneller gaat. Want ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Ik heb hier een blauw papiertje op de kaart geplakt. Zoals je ziet, zie je de lijm er een beetje doorheen. Maar dit trekt later weg. En ik heb ook al het huisje uitgesneden. Als je hier je vel hebt, dan... kijk, deze heb ik eruit gesneden. Dan heb je eigenlijk vier wanden. Maar je hebt maar twee puntjes erbovenop. En daarvoor heb ik er nog twee extra puntjes bij gedaan. Zodat je zelf nog een puntje bovenop die wanden kan zetten waar geen puntje bovenop zit. Dus dan heb je weer een compleet huisje. Ik ga deze even vastplakken. Kijk maar aan. Je zou hem ook met foamtapejes vast kunnen plakken, dan komt hij wat meer naar voren. Een beetje recht natuurlijk. Nou, puntje erboven. Het dakje. Daar heb ik een hele smalle strook uit dit vel gesneden. Die knip ik even door tweeën. Ik heb er ook al eens een paar stukjes dubbelzijdig plakband achter gedaan. Dus ik kan hem zo vastplakken. En hier... knip je hem dan door tweeën. Zo. Daar kun je dan je deur en je ramen op gaan plakken. Voetslaan kan je wegvegen als het er tussenuit komt. De raampjes, daar kun je ook nog de luikjes van omvouwen. Dat heb ik ook met het doosje gedaan, het melkpakjesdoosje, zeg maar. En dan staan je luikjes dus ietsjes naar voren. Even een ander waar ik al wat foam achter heb gedaan. Zodat ik die zo op kan plakken. Oh, wacht, ik moet natuurlijk nog lijm achter het ruitje doen. Mijn dak is verschoven. Oh, verkeerde. Je moet bij de raampjes even goed opletten dat je de vensterbank beneden doet. Kijk, dan staan je luikjes, die staan open. Er staan op het vel ook raampjes zonder luikjes. Die kun je zo opplakken, maar je kan ze bijvoorbeeld ook nog... in tweeën knippen. En heb je hier een klein raampje wat je hier kan plakken. Hier een raampje wat je daar kan plakken. Zou je bij de deur ook kunnen doen. Bij de deur zou je dat bovenlicht ook weg kunnen knippen.
Een mooi plekje. Ja, dat kan wel, hè. Zal ik ook even laten zien hoe ik het koordje heb gedaan. Er zit bij jullie in de workshopdoos zitten er 4 verschillende kleuren koord. Daarvan zit er overal 2 meter van in. Ik gebruik voor een kaartje altijd de meter. En bij dat doosje heb ik een 1/2 meter gebruikt. Ik heb hier al een meter koord. Als je een strikje gaat maken om je kaart heen, dan is het handig om eerst de helft van het koordje op te zoeken. Hier is mijn helft. En die helft leg ik op de plek neer waar ik mijn strik wil hebben. Dus ik wil hierboven een beetje mijn strik hebben. Dan leg ik daar die helft van dat koordje. Pak mijn kaartje even op. Even open. Zo. Dan doe ik dat koordje wat aan de bovenkant ertussen uitsteekt, doe ik aan de achterkant weer naar beneden. En dat koordje wat aan de onderkant uitsteekt, dat doe ik aan de achterkant weer naar boven. En wanneer je nu je koordjes bij elkaar brengt en een knoopje inlegt, ik zal het even doen. Bovenop. Dat zijn dus je uiteindes. Je kan het misschien niet goed zien, maar ze zijn even lang. Omdat je dat midden daar bent begonnen. Dat is handiger voor te strikken, want als je geen gelijke uiteindes hebt, dan werkt het lastig. Even kijken, mijn sleuteltje. Er zitten ook sleuteltjes in je workshopdoos. Die kun je aan je kaart maken van je doosje. Die reig ik aan het koordje. En dan maak ik hier bovenop die knoop die ik al gemaakt heb, maak ik nog een knoop. Maar ik trek het niet strak aan, zodat ik hier een soort lus krijg. Je kan eventueel met een vinger dat sleuteltje tegenhouden, zodat je hem niet strak naar het knoopje trekt. Maak dus een knoopje bovenop die knoop. Ik heb wel een beetje veel knopen. Dan ga je een strikje maken. Dan maak ik een lus en ik ga altijd van bovenaf eroverheen. Van bovenaf eroverheen. En dan haal ik hem eronderdoor. Dan heb ik ook nog een tip voor het aantrekken van die koordje, van die lusjes, zeg maar. Als je je knoopje te strak hebt, dan gaan je lussen uiteindelijk heel erg draaien. Want dat koord, daar zit al een draai in. En als dat knoopje heel strak is en je maakt je lus korter, dan blijven die aantal draaiingen blijven erin en dan gaat die meedraaien. Daardoor ja, krijg je heel rare draaien in je lussen. Dus je moet zorgen dat het knoopje niet te strak is. En als je tevreden bent, dan kan ik hem aantrekken. Ik maak aan de uiteinden dus van het koordje maak ik een knoopje. Zodat het niet gaat rafelen. Nou, te veel van het koordje knip ik er vanaf. En dan heb je dus een sleuteltje die aan dat strikje bungelt. Ook deze kaart kun je weer versieren met de sneeuw. Hieronder even wat sneeuw. Dit moet je ook weer goed laten drogen. Niet gelijk je kaart versturen. Maak een smal rolletje voor de vensterbank.
Op het dak moet natuurlijk ook een beetje sneeuw. Huisje in de sneeuw.